Zo, welkom bij Excelsior. Yes, dank u wel. Het is denk ik voor jou wel even wennen. Als je naar beneden kijkt, dan ben je een heel ander shirt zien dan je al die jaren hebt gezien. Ja, zeker. Is even wennen, maar het staat goed volgens mij. En ik heb heel veel zin in. Wat verwacht je ervan? Of ja, wat hoop je dat het je oplevert? Ik hoop dat ik gewoon zelf persoonlijk meer ervaring weer opdoe hier. Een mooi seizoen kan gaan draaien. En ja, wat ik vooral hoop is dat we met het team een mooi seizoen draaien. En zo snel mogelijk dus dit seizoen weer kunnen promoveren. En terug naar de Eredivisie, want dat is het doel. Wat kan Excelsior van jou verwachten? Excelsior kan van mij verwachten dat ik een speler ben die elke dag, elke training, elke wedstrijd het maximale eruit haalt. Volle bak voorop gaat in de strijd. Ik hoop dat ik mijn medespelers daarin mee kan nemen. Ik hou van lekker voetballen, aanvallend spelen, verdedigend. Ga ik ook gewoon lekker de duels in. Aanvallend en verdedigend, allebei hoop ik mijn steentje te kunnen bijdragen. En waar uitzicht dat in? Je bent een middenvelder, hè? Ja. Hoe zien we dat aan jouw spel? Ja, ik denk gewoon dat er iemand staat die volle bak de duels in gaat. Een harde tackle, daar ben ik niet vies van, hou ik wel van. Aanvallend ook gewoon lekker het spel verdelen een beetje. Een goed seizoen draaien hier. Ja. Nu ben ik toch heel erg benieuwd. Hè? Jij zit bij Utrecht. Bij Jong Utrecht speel je al in de keukenkampioen-divisie. Ja. Het is een van de weinige clubs die al zo'n podium biedt. Ja. En dan toch op huurbasis naar een ander team in dezelfde competitie. Ja. Hoezo dat? Het is best een bijzondere move dan. Ja, nou, ik denk heel bijzonder is het niet. Ik denk dat ik bij Jong Utrecht heb ik nu 3-4 seizoenen gespeeld. Dat is Jong Utrecht, dat is het tweede van Utrecht. Ja, dat is toch meer een opleidingsteam. Nu kom ik in een andere omgeving waar voor promotie wordt gespeeld hier in de keukenkampioendivisie. Dat is toch anders dan wanneer je in een opleidingsteam zit. Dat doel wil ik graag hier met Excelsior behalen, promotie. Het is een andere omgeving, maar wel met een behoorlijke bekende van jou natuurlijk. De hoofdtrainer hier, Marinus Dijkhuizen. Ja. Ja, er is een verband tussen het feit dat jij nu hier staat en dat hij hier de trainer is. Nee, ja, tuurlijk. De trainer die kent mij al van eerder van Utrecht, vanuit zijn tijd bij Utrecht. Ja, de trainer weet wat hij aan me heeft, wat ik kan. Ik ben blij dat de trainer en de club hier het vertrouwen in mij hebben en mij deze kans bieden. Samen naar een mooi seizoen willen gaan. Ja, het is toch wel een treetje hoger, zeg je? Ja, nee, ja zeker. Voor van Jong Utrecht naar Excelsior is logischerwijs gewoon een treetje hoger. Terwijl jullie vorig seizoen, die jongteams staan vaak niet zo hoog op de radar, maar vorig seizoen hadden jullie echt een goede ploeg en ook echt goede resultaten. Ja, nee, ja, zeker. We hebben vorig jaar gewoon een heel goed seizoen gedraaid met Jong Utrecht. Ik denk dat vooral de beginfase heel weinig mensen van ons hadden verwacht wat we deden. We draaiden bovenin even mee een tijdje. Voor de eerste periode meegedaan, ja, dat is hem niet geworden. Maar goed, ik denk dat we aan het begin van het seizoen vooral heel veel mensen in Nederland hebben verbaasd met onze prestaties toen. Staat het voor jou vast dat dit een avontuur is van 1 jaar? Hier ervaring opdoen en uiteindelijk terugkeren bij Utrecht om uiteindelijk dat eerste daar te halen? Of is het echt nog allemaal open? Ja, ik ben gewoon bezig nu met 1 seizoen hier mezelf laten zien. Gewoon zoveel mogelijk wedstrijden spelen. En ja, wat er dan allemaal gaat gebeuren daarna. Ik sta onder contract bij Utrecht, maar ik ga eerst hier een jaartje op huurbasis spelen. En dan zie ik wel wat er gaat gebeuren.